De belangstelling voor de stervoetballers was groot. Veel fans hoopten hun favoriete speler eens een keer van nabij te zien. De landing zou tegen 1 uur plaatsvinden. Ja, je kan ze gewoon zien. Dat is leuk. AC Milan komt natuurlijk niet alle dagen in Heerenveen, of in Eelde aan. En ze spelen niet altijd tegen Heerenveen. Gewoon even kijken naar vliegtuig aankomt. En nou, de kinderen dus, die willen wel even de spelers zien. Ronaldinho en Seedorf. Hij zei dat hij AC Milan kwam. En daarom zijn we hierheen gegaan. En wat is er zo bijzonder aan AC Milan dan? Al die spelers zijn cool en gewoon om te zien. 1:05 was het zover. De spelers stapten uit het vliegtuig. Alle grote namen waren er vanmiddag bij. En vooral de kleinere fans hadden duidelijk hun favorieten. Ronaldinho. Ja, mij ook. Ronaldinho. Ik vind het leuk om Clara Seedorf even te zien. Kaka. Oh, kaka. Oh, kaka. De komst van de voetballers zette een paar jeugdige fans aan tot een spontaan potje voetbal. Al die mooie pakken en veel media-aandacht. De jonge fans zien een carrière bij Milan wel zitten. Waar wil je later nou liever spelen? FC Groningen of AC Milan? AC Milan, daar verdien je veel meer geld.